Hallo kijkers van Shine Sprites. Het is tijd voor de vierde aflevering van de Pokémon Sword and Shield. De Avatar Lock samen met Jordi van de Subpar Guys. Moshi moshi. Ushi moshi? Moshi moshi. Oké, welkom bij de gloednieuwe aflevering. Wil jij nog een team recap doen? Of zeg je van, nou ja, mijn team is eigenlijk hetzelfde als vorige aflevering? Mijn team is hetzelfde. Ik heb alleen nou een Woobat met de moves Gust, Attract, Confusion en Endeavor. Jouw team is nog steeds hetzelfde? Ja, mijn team is nog steeds hetzelfde. Dan gaan we vandaag met je de voorbereiding doen van de gym. En met voorbereiding bedoelen wij letterlijk een beetje route 4 afstruinen voor alle Pokémon die we kunnen vangen. Want er zijn een heleboel hier. Yep. Die zowel jij en ik beide mogen vangen. Ja, dus laten we daar gewoon maar mee beginnen. Lijkt me een heel strak plan, want jij had al een Yamper, toch? Ja, een Yamper heb ik al, ja. Ja, dan moet jij nog een Electrike. Meowth is in deze game Steel, hè? Steel, ja. Die mogen we niet vangen, eigenlijk. Nee. Je kan hem ruilen voor een Cantonian Meowth, maar ik zit zo in van... Nee, dat is het. Nee, want eigenlijk mag je hem al niet vangen in om mee te beginnen, natuurlijk. Nee, precies. Pumpkaboo, kom hier. Pumpkaboo! Hey, Electric heeft Static, dat is wel een goede ability. Let's go! Ik zou het heel mooi vinden als jij er één keer in gaat. Twee. Nope! Oké, ik heb Electric gevangen. Oh, nee. Ik moet wisselen. Ik moet heel snel wisselen. Mooi dat je Electric hebt gevangen. Ja. Kijk. Ja, not very effective. Do not care. Maar ik heb liever geen Razorleaf op mijn Golet. Van 50 opeens naar 20 HP. Oeps. Oh jee, kan gebeuren. Ja, nou het krit er nog niet, dus... Maar ja, zulke dingen zijn wel hartverzakking waardig. Ja. Yeah. En ik zei nog van... Ik noem hem Halloween. Mm-hmm. Maar ik heb nu een betere naam. Jacko? Gruntilda. What the fuck is? Gruntilda, ben je ook een Zooey? De heks. Oh, nou ja. Heb ik nooit gespeeld, dus... Nou, dan weet je wat je keer moet gaan spelen. Ja, ik wil die game ook al spelen, hoor. Even kijken. Ik had stiekem ook gehoopt dat hij wel een remake zou krijgen voor op de Switch, maar... Het is natuurlijk geen Switch game. Of geen Nintendo game, bedoel ik. Nou, niet meer, nee. Het is altijd een rare game. Nou, het is een rare game. Het was op N64, maar ja. Even kijken. Ik kan hier zeker ook nog dan Pikachu en Eevee vangen. Ja. En dat was het, toch? Yep, en voor mij is het eigenlijk alleen maar Eevee nog. En volgens mij een Cutiefly. Oh ja, Cutiefly ook voor mij natuurlijk. Ja, dat is een bug. Ja. Sorry, ik denk altijd dat Cutiefly alleen Fairy is, maar is ook nog Bug en Fairy. Even kijken, wat is er nog meer hier? Oh nee! Ben je een Pokémon vergeten die we nog bij kunnen vangen? Joltik. Oeh, zit hij in deze... Ja. Oeh, ik vind Joltik echt vet. Jij mag hem sowieso vangen, want het is electric. Ja. Mag hem twee keer vangen? Nee. Ja, als de shiny is, mag je hem twee keer vangen. Zeker. Maar ja, nee, dus... ik heb nog even een lijst waar ik doorheen moet. Cutiefly. Joltik en dan die. Huh. Dan denk ik misschien dat het wel tijd is om het team te veranderen. Want Golet kan ik toch niet gebruiken bij deze gym. Dat is vaag om problemen. Ja. En het is misschien een beetje cheap om dan zo'n goede teammaat eruit te halen voor een slechte gym. Maar ik stop hem later wel weer terug. Ja, hoe heet het? Heel veel Nuzlokers doen dat, hè. En ik ben daar dus heel slecht in. Pokémons bewaren. Nou, hoe heet het? Pokémons dus echt... De Pokémon's te gebruiken die goed zijn voor een bepaalde gym. Ik maak gewoon een team van 6 en daar speel ik dan mee, zeg maar. Maar dat is helemaal niet handig. Hallo, Joltik.
In de bal met jou. Nee, kijk, ik speel... Maar wanneer ik een Nuzlocke doe, doe ik het op twee manieren. Eén, ik heb gewoon een team en ook al is het zwak, gebruik ik het hem. Mm-hmm. Of als ik redelijk veel in mijn collectie heb en ik kan ermee wegkomen, dan kan ik ook, dan kan het ook zijn dat ik een B-team maak om de gym mee te halen. En ik dan gewoon dan weer wissel naar mijn A-team wanneer ik de mogelijkheid heb. Mm-hmm. Like als ik bijvoorbeeld, dat was een goed voorbeeld, oh ja, bijvoorbeeld Gen 3. Dat ik bijvoorbeeld een Breloom heb, een Starter en een Aggron. En ik zo zit van, weet je wat, ik zit net tegen het punt waarvan ik zo zit van, ik doe misschien even rustig. Dat ik dan misschien iets pak als een Mightyena, een Dusclops en een Wailord. Dat ik dat ga gebruiken even om mijn gym te halen. Ja. Joltik is alleen een gras-encounter, toch? Is een gras-encounter, ja. Dat maakt even de encounters ook een beetje kut op het moment. Ja, want Eevee is 5% of zo. Eevee is verdomd laag, ja. Ja. Dus ik weet niet of ik daarop ga zitten wachten. Nou ja, dit is eigenlijk de enige plek waar je een Eevee kan krijgen, dus... Mm-hmm. Ja, maar dan kan ik hem misschien als ik hem alsnog wil een keertje gaan halen. Oeh, Grubbin, kan je die hier ook niet in de buurt vangen? Hij staat niet op de... Nee, die kon je volgens mij eerder al vangen. Volgens mij kon je die in de route 1 en 2 al vangen. Goede vraag. Even kijken, welke... Ik ben heel voor de zekerheid van het kijken. Nee, ik zie niks waarvan ik denk van, oké. Nee, dus ik ga sowieso nog even de trainers hier doen. En als ik nog geluk heb, vang ik een Eevee. En als ik geen geluk heb, dan is het geen Eevee. Hallo Eevee. Ja, heftig. Heel mooi. Oh, oeps. Heb jij nog een voorkeur eigenlijk voor Eevee? Nee, eigenlijk niet. Ik ben sowieso geen fan van beide, zeg maar. Van Flareon en Jolteon niet, dus... Oh, ik ben een gigantisch groot fan van Jolteon in bijna iedere game. Ik vind Jolteon wel gewoon een vet... Ja, hoe noem je dat? Het ziet er vet uit, zeg maar. Het is gewoon een vette Pokémon. Alleen, ik gebruik hem niet. Ik gebruik sowieso heel weinig single-type Pokémon, hoor. Normaal. Je bent echt zo'n dual-type user. Yup. Ik wil zoveel mogelijk gecoverd hebben, zeg maar. Fair enough. Over het algemeen deel ik wel die mentaliteit van dual types, want het geeft toch altijd wel iets meer vrijheid. Ja, klopt. En daarom baalde ik dus ook dat de starters dus geen dual types waren. Deze... Nee, want er was een beetje het ding van dat Cinderace misschien de eerste Fire Electric zou zijn naast Rotom. Want zou wel vet. Ja, maar het zou een beetje broken zijn, want het zou Inteleon niet kunnen trekken. Hmm. Oké. Nou, ik heb Eevee. Het is een man. Oké. Ja, ik ben nog niet uit wat ik met Eevee ga doen. Ik denk dat ik voor nu even in de box drop. Maar laten we wel bijhalen. Ik heb zo Pikachu als Eevee nog niet gezien. Oké. Nou ja, we hebben nog wat trainers, dus wie weet. En Joltik trouwens ook niet. Heb jij Joltik al? Joltik heb ik al. Ah. Maar dat is een grass encounter, dus... Dat is sowieso altijd een wild guess. Wat heb ik aan jouw voorkeur? De overworld encounters? Of de grass encounters? Of om even jou iets tegemoet te komen, een hybride wat je hier hebt? Ik vind een hybride eigenlijk prima. Voor Sword and Shield zou ik zeggen, ik wil alleen maar grass encounters. Ja. Alleen ik waardeer dat de overworld... En kijk, ik speel Pokémon voor Shiny. Ja. Dat heb je inmiddels. Dus ik waardeer heel erg dat je in de overworld niet kan zien of die wel of niet Shiny is. Dat waardeer ik heel erg. Mm-hmm. Dus dan vind ik het niet zo erg als je overworld encounters hebt. Want het hele grote voordeel van overworld encounters is dat je dus niet zoals bij de oude games echt 100 keer Pokémon tegenkomt als je gewoon ergens naartoe wil lopen. Nee, precies. Nee, dat vond ik op zich wel mooi aan Let's Go.
De caves. Je kan er gewoon omheen lopen. Ja, 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 dat klopt. En weet je, het Overworld Shiny Hunt heeft ook wat hoor. Vind ik ook op zich wel leuk. Alleen, toch is voor mij de reactie van een shiny vinden tijdens een encounter is zeg maar uitbundiger en heftiger dan eentje die ik in de overworld tegenkom, zeg maar. Ja, nee, maar dat kan ik ook volledig begrijpen. Nee, ik vond in een Let's Go game wil ik puur alleen overworld encounters. Ja, voor Let's Go, zeg maar. Ja, nee, dat snap ik. Want daar is die hele idee catch alles. Mm-hmm. En daar vind ik zit ik zo in van, weet je wat, dan wil ik het ook graag zien. Want op een of andere manier voelt het minder tijdrovend. Ja. Nee, dat klopt. Want in Kangaskhan bijvoorbeeld, ja, het is 1%, maar om een van de reden voelt een 1% zien minder erg dan 1% encounteren in een Ja, klopt. Klas. Je hebt het gevoel dat het minder moeilijk is om dan die Pokémon te vinden. Ja. Ook alsnog duurde het 2 uur voordat ik een Kangaskhan tegenkwam, maar dat even tezijde. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook logisch, hè? Want je encountert in een gewone grass encounter maar 1 per keer. En dan 10 per keer bij sommige areas, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat scheelt natuurlijk wel heel erg. En je bent geen 2 seconden, of nou ja, 2 seconden is ook weer te snel. 8 à 10 seconden kwijt aan een encounter. Ja. Kies een optie. Ja. Run. Run field. Run again. Ja. Ja. Die onzin, ja. Maar dan ben je 5 à 10 seconden bezig. Zo van... Ja. Ja, dus dat is wel een groot voordeel. Dat klopt. Alleen ik vind het wel echt vet dat ze het nu gewoon een soort hybride hebben gedaan. Vet wel vet. Ik vind het alsnog zonde dat dan naar mijn mening nog steeds niet helemaal perfect is. Want dan hebben ze alsnog die... Stomme 1% grass encounters die je niet in de overworld kan zien. Ja. En om dan nog even wat meer zout in de wond te gooien. Ja, je kan hem alleen maar vinden in deze area met dit weer. Ja. En dat is nog 1%. En dan alsnog 1%, ja. Ja, ik kijk naar jou, Trampa. Ze willen gewoon de wereld zien branden. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Want... Ik zou zelf zeggen, 5% vind ik prima als een grass encounter. Als dat de laagste is, prima. En dat je dat niet kan zien in overworld. Goed. Ja. Dat vind ik op zich een goede mix van beide. Oeh, dat is op zich niet verkeerd. En op route 4 kan je ook pinmissel krijgen. Ja, die heb ik gepakt. Dat is niet verkeerd voor de eerste... Gym nu. Ja, maar ik steamroll gewoon met Flame Charge eroverheen. Ja, klopt. Met je Fire Type wel, ja. Nou, ik doe even nog deze trainen. Maak even nog dat hoekje linksaf. En dan ga ik naar de stad toe. Dan mis ik alleen Hupplepup. Cutie Fly. Ja, die heb ik nu wel. Alleen ik heb Joltik nog niet. En Pikachu ook nog niet gevonden? Nee, ook nog niet. Nou ja, ik weet hoe ik de gym ga halen. Hallo, Pidoof. Want hoe hoog is jouw Raboot? 21. Oké. Okay. Mijn Pidoof is level 20. Oké. Okay. Die is voor mij ook nu de hele game eigenlijk aan het fixen als ik geen Golet kan gebruiken. Het enige... Oh, ja. Ja, ga maar. Het enige nadeel aan dit gras, zeg maar, vind ik dat alle Pokémon's die hier zijn, die komen bijna allemaal achter je aan, behalve Pumpkaboe. Ja. Pumpkaboe vindt het wel goed, die zit zo van, ja. Prima joh. Yo, als je me nodig hebt, dan kom je maar naar me toe. En anders de ballen. Dan zoek je het maar uit. Hey, Milkery. Gust. Ja, het zou ook nog gaaf zijn geweest als de topping nog de type zou veranderen.
Ja. Dus strawberry wordt fire, clover wordt grass, blueberry wordt water, ster wordt psychic. Maar ik denk dat me dan iets wie te wordt. Ja, maar dan krijg je een beetje hetzelfde. Want ik ben ook niet zo fan van die discs bij Genesect of die drives bij... Nee, klopt. Sovali, zeg maar. Niet zo fan van. Of die plates bij Arceus. Ja, maar Arceus vind ik dan weer iets anders, want het is Arceus. Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Die geit heeft iets nodig om nog relevant te blijven. Ja. Want Mega Rayquaza staat nu al boven hem op bijna alles, dus... Nou, waarom kom ik zo? Tot ik het daar niet tegen. Omdat hij fucking klein is. Joltik is ook net degene die ik eventueel misschien wel in mijn team wil. Ja, op zich wel te begrijpen. Ik denk dat ik Joltik nog even bewaar voor later. Zou er ooit een anime aflevering komen dat de drie Meowth's op jacht gaan naar iets of zo? Vast. Dus Galarian en een Alolan. Ja, op zich. Zou je wel grappig vinden. Ja. De hoek is hier eigenlijk klaar, dus ik wacht nog even op één uitroepteken Pokémon. Dat is de laatste die ik hier check en dan loop ik door. Yo. En het is een Galarian Meowth. Ik loop door. Heb je dat Sonia gebeuren allemaal al gedaan? Nope. Oh, gelukkig. Ik dacht al. Ik bleef nog een beetje hoog in de route zitten. Punky. Nu heb je de cutscene met Milo. Oké, ja. Ik wil nog heel eventjes Joltik vinden. Als alle Yampers en Meowth's me nou allemaal gewoon even met rust laten. Ja. Maar welke... kan jij ook Electrix vangen? Ja, jij kan hem niet. Mag hem niet vangen. Ik maar mag hem niet vangen. Komen we bij jou ook wel gewoon elke keer Electrix? Ja. Oké. Want Electrix was in Sun and Moon dan zeker? Of Ultra Sun and Moon, zeg maar. Een version exclusive, toch? Ja. Om een van de samen met een van de redenen stoppen ze die nou als... version exclusives. Ja. En dat komt eigenlijk alleen maar omdat Mega Manectric en Mega Houndoom een ding is. Ja, precies. Maar ja, als je soms de version exclusives van games naast elkaar neerlegt, soms is het zo oneerlijk. Ja, klopt. Ik vind nog steeds de mooiste. Ja, je hebt Dragalge, een Dragon Poison type, en je hebt Clawitzer, Pure Water. Ja. Rakko zou toch beter zijn? Ja, maar Clawitzer is wel vetter, zeg maar. Ja, klopt. Design. Maar als je het vergelijkt met elkaar, is het een beetje oneerlijk. Een Dragon Poison type tegen een Pure Water type. Yep. Kijk, bijvoorbeeld een Zangoose Viper. Oké, prima. Normal type tegen Poison type. Ja, maar dat zijn ook twee Pokémon's die toch niemand gebruikt. Ik heb een Zangoose gebruikt. Ja? Waarom? Ik wil een keer een Zangoose gebruiken. Oké. Maar dan heb je ook Lunatone en Solrock, wat gewoon dezelfde types zijn. Daar zit ik ook precies in van, oké, prima. Ja. Yeah. En even kijken, wat krijg je later nog? Oh ja, Oddish en Bellsprout. Wat zo is van, oh wat leuk, ze zijn hetzelfde Cast Poison. Waarom is er opeens Bellossom een ding? Ah, ik vind Bellossom op zich wel leuk. Ja. Kijk, weet je, hij is niet zo goed als Fireplume, dus je zal hem... als je hem echt in gebruik zou je hem net kiezen. Nee, klopt, maar het is wel weer zo oneerlijk tegenover Victreebel, want Victreebel heeft dan weer niks. Nee, maar Victreebel is natuurlijk wel veel beter dan Bellossom, zeg maar. Klopt, maar als je dan weer met elkaar gaat vergelijken, het waren version exclusive en nu heeft eigenlijk een Oddish een extra edge eigenlijk, want hij heeft een extra optie. Ja. Maar ja, dat is met heel veel Pokémon met de jaren gebeurd. Oh, nice, Magmar, Electabuzz, Scyther, Jinx. Waarom heeft Jinx niks meer gekregen sinds Smoochum? Omdat Jinx al zoveel gedoe heeft veroorzaakt. Ja. Dat we dachten, laten we die Pokémon maar gewoon met rust. Ja, en het mooiste wat ik laatst nog las was op Twitter. Porygon did nothing wrong. Dankjewel. Ja. Mooi dat het ding toegeeft. Nou, hoe gaat het? Ja, ze gebruiken Porygon nooit meer in de anime nou, hè? Nee, klopt. Alleen voor de epileptische aanval.
Ja, maar dat was dus Pikachu's fout. Ja. Heftig. Oké, ik heb wat TM's om even te leren. Want hoe gaat het met jouw zoektocht? Ja, ik heb de zoektocht naar Joltik gestaakt. Oké. Nu komt Milo en nu heb ik de Milo cutscene, zeg maar. Prima, dan ga ik even rondkijken van... Hey, wat kan mensen leren? Bar weinig. Zo kan bijvoorbeeld niemand pinmissel leren. Vind ik op zich wel jammer. Dat is best jammer, ja. Cutiefly kan pinmissel leren, denk ik. Laat ik dat die nou net niet hebben. Dan kan pinmissel leren. Wie? Dottler. Of Blipbug. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Want over het algemeen, voor pinmissel heb je een angel nodig. Ik kan het proberen, ik heb een Dottler in mijn team. Ga je gang. Ik ga ondertussen bezig met de Cutiefly terwijl je even de cutscenes doorgaat. Want ik heb net Sonja gehad. En ik denk wanneer jij Sonja hebt gehad, dat alweer het einde is van deze part. Wat heel snel voorbij is gegaan. Ja. Ja, dat klopt. Dottler kan geen pinmissel, maar Zigzagoon wel. Wat op zich logisch is. Pinmissel is ook vaak gecombineerd aan een beetje stekels, hè. Want Jolteon kan ook pinmissel leren. Dat is de enige reden waarom Jolteon zo goed was in Gen 1. Hey, het is een Pokémon die niet zwak is tegen Psychic. Die we kunnen gebruiken tegen Psychic, want fuck Psychic. Wie Zigzagoon? Of wat bedoel nee, je? Jolteon. Waar heb je het nou over? Jolteon. Hallo? Ja, Jolteon. Ben je er nog? Ja, ik ben bang dat onze mooie Discord naar de tering is gegaan. Hallo? Wacht even. Ik denk niet dat Milan me nou nog hoort. Nee, ja, nu hoor ik je weer. Nee, ik ben heel erg bang dat Milan me niet hoort. Het is heel vervelend. Wel, ik hoor je nu weer. Echt zo spijtig weer. Ja, ik ben met je aan het fucken. Oké. Ja, nee, ik weet het niet meer. Ik was even een beetje fuck. Ik denk dat het gewoon Discord aan het klooien was. Oh, je bent... Godverdomme. Je speelde het heel goed. Nou, letterlijk. De eerste paar keer toen zei van... Wat zei je nou? Toen hoorde ik je ook echt niet. Oké. Dus ik moest ook letterlijk een paar keer uitgaan. Maar nou is het wel weer opgelost. Ja, dat is Discord soms voor je. Soms denk ik Discord, weet je wat? Jullie hebben te veel fun gehad. Jullie zitten nu... Weet je jammer aan deze, dat je niet kan zien hoe lang je erin zit. Ja, dat is jammer, ja. Maar ruim 2 uur in ieder geval. En daarvoor ook is... nog, dus ik... Ja. Al vanaf 4:15 zit je in deze call. Ja. Fucking lang, man. Dus dat kan ook zijn dat Discord zegt van... Hey, weet je wat, jullie hebben genoeg fun gehad voor vandaag. Ja. Ga naar buiten, lazybumps. Ja, dat willen we wel. Maar ja, de pandemie, hè. Dus we mogen niet naar buiten. Nou ja, je mag inmiddels wel naar buiten, maar... Niet echt, je kan niet echt veel doen. Nee, precies. Nou, ondertussen in mijn zoektocht naar een Cutiefly heb ik alweer een Joltik gevonden. Oh, wat ongelooflijk flauw weer. Ah, jongens, ik wil geen Milcery. Heb ik al. Oké, ik heb de... Dit was best een kleine cutscene trouwens, moet ik zeggen. Met Sonja. Ja. Ja, klopt. Dus dat heb ik gedaan. Gaan we nog even verder met zoeken? Het is over. Het is over, want de laatste Pokémon die ik tegenkom is hier een Bidoo. Maar Bidoo mag ik niet bang. Dus, mensen, we gaan even kijken. Ja, zeker. Vonden jullie het nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op de Subpar Guys, het YouTube kanaal van Jordi. De link staat in de beschrijving. En dan zie ik u heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios. Adios. Amigos.